vandaag is de dag. Ja, je hoort het goed. Vandaag is de dag dat ik ga beginnen aan Sekiro Shadows Die Twice. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb nog nooit een From Software game gespeeld. Ik ben wel een gamer die van een uitdaging houdt. Dus laten we het proberen. Bam, here we go. Komt er jongens. Tokiwa, Sengoku Maki. Hinomoto subete o yaita senka wa. Imada ni ikioi otoroezu. Yamabukai Ashina no kuni ni mo moe hirogatte ita. Nani? Dit doet me denken aan Tenchu. Ik krijg altijd die bloodspray wanneer iemand Tenchu Kamura! Omdacht. Kensei Ashina Ishi. Kunitori no kessen de atta. Oh, 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 oh. ああ。共に来るか。植えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末、熟達の忍びとなった。 Dit is op de console, Leroy. 忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主。命をとして守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。良いな、狼よ。 Ik heb nog geen bloeddrukmeter aangesloten, nee. Heb ik ook niet nodig, jongen. Ik bewaar echt altijd mijn cool. Zeker weten, ruimtekat. Zeker weten. Sekiro. Dat is wel de challenge, Danny. Dat is wel de challenge. We gaan voor zero death, zero hit. De review van Us staat op de website. Staat op GameKings.tv. Ik vond hem heel erg tof. De klok rook, dankjewel voor die follow. Ik ben ook reuze benieuwd, Diego. Hij heeft een arm nog, zie ik. Okay, here we go. Curious Wolf, your destiny awaits you at the Moonview Tower. Escape from the well and find the tower bathed in moonlight.
Even without a blade, you can reach it. Stay silent, stay vigilant. どこにおるあの忍び特に稼などしておりませんが構わぬのでしょうか大事ない刀もなく気力すらない奴はもうただのふぬけよ I fucking love Metal Gear, man. Kimi Yagura no tobira wa chanto shimatte oru ka? Shimatte oru ga. Kabe no ana wa sono mama ni shite oru zo. Ah, kochira wa shinpai iranu daro. Thanks Dennis, ga ik doen. Ik ga alles goed lezen. Is het moeilijker of... Oh shit. Is het moeilijker of makkelijker dan Dark Souls, denken jullie? De klok rond. 2 JJ werkt bij Research. Dus nee. Gaan het zien, jongens. Yoku kite kureta. Hisashii na, Ookami yo. Omukai ni sanjou itashimashita. Waga aruji. Umu. Ja, alleen jammer dat het dus niet 60 frames per seconde is. Omoteo ageo. Kusabimaru. Sonata no katana da. Maak geen zorgen, de klokkenrok gaat nooit gebeuren. Never, never, waga shinobi yo. Shuju no yakujou ni shitagai. Inochi o toshi. Ware ni tsukae yo. Ik heb trouwens ook voor deze week, ik heb One Piece World Seeker binnengekregen. Ik denk dat ik die morgen ga streamen. Volgens mij is het een open wereld action RPG. De nieuwe endgame trailer vind ik echt insane, man. The Shinobi aims to break an opponent's posture. Attacking an enemy is one way to achieve this. When an enemy's posture breaks, he is vulnerable to a Shinobi death blow. Eén is attack? Dat is een rare knop. Ik ben fucking goed in From Software Games. Dat zie je meteen. Dat zie je meteen. Iedereen vindt het fucking moeilijk. Not me, man. Not me. Dat was een level 7 mage baas, hè? The moment an attack lands, deflects.
Hier! Eerste keer dat ik het speel, hè? Eerste keer dat ik het speel. Just saying. Haters gonna hate. Hey, hey! Perry voor je ass. Einde van het level. Ik moet die shit opnieuw doen? Clips in de chat. Doe het zelf dan. Ik wist niet dat ik hem twee keer moest killen. Dat is het enige. Shit! Ik druk! Ik druk alleen! Dat is echt fucking belangrijk, omdat je daar met Ferry. Nu doet hij het wel. Nu niet! What the fuck? Echt dat ze snel die L1 fixen. Okay, let's go. Oh shit, what the fuck is that? Ik druk L1! Zo simpel is het. R1, dat werkt prima. Shit, hadden we al. Okay. Doe je naar beneden, denk je? Dat zou wel.
Kunnen we hier naar binnen? Ja. Kijk. Nee, ik druk L1, echt waar. 100%. Je mist niks, Global. Je mist niks. Mairo. Gyoi. Chi no sadame kara nogareru koto shika dekinu to na. Nee, er is kennelijk geen stamina balk. Dit ziet er gruwelijk uit. Dit ziet er gruwelijk uit. Dit is waarom ik die shit wil spelen. Dit is ook waarom ik echt uitkijk naar Ghost of Tsushima. Ik hoop dat bij Ghost of Tsushima die shit wel gewoon werkt. Hisashina, Mikoyo. Sick die armor is, man. Genichiro. Watashiwa. Sumane. Omakase yo. Let's fucking go, dude. Jamadate suru ka, Miko no shinobi o. Ashina Genichiro. Jesus. Ik kan hem niet verslaan, man. Kan niet. Is onmogelijk. Je ziet het. Arm voor me aanmaken. Dat is de eerste level hebben we best snel gekleerd, toch? Thanks, guys. まだ死の定めではないと見える。
その優しい顔の仏様、誠の人が己の内怒り、そういった。 Is een guy aan maken, man. Ik vind het een beetje luguber. Wat is dit? Sculptor's idols serve as checkpoints that can be found throughout Ashina. Resting at a sculptor's idol will completely replenish vitality and restore one use of resurrection. Additionally, quick items and spirit emblems in storage will be added to your current inventory with some exceptions. Resting. L2. Die control schemes zijn echt weird, man. Ja, hier gaat het lekker, hier gaat het lekker. We hebben de eerste level echt super snel gecleared. Fair enough. Okay, waar de fuck moet ik heen? Okay, so for fast traveling. Kunnen we een sneak kill maken? Ja, dat kan! Yo, is goed Joris. Hele fijne avond, man. Motherfucker, hieronder was er nog eentje toch? Nee, geen 60 fps helaas. Don't take a lot to take me away from you. There's never another 100 men or more could ever do. I'll cast the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. Hey Dannen, dankjewel voor je reset, man. Really appreciate that. Wow, kijk die kip. Dude! What the fuck? A little bit too much. Oh shit, that is it. Before sweep, jump. Before grab, step dodge. Okay, we got the. Hey! Jump force me weg, dus je moet uit. Ah, Jesus, what the fuck?
resurrect natuurlijk. Ik deed alleen! Dude, what the fuck? It's gonna take a lot to take me away from you. There's another 100 men on all could ever do. I guess the rain's down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. Ooh. Wes, dankjewel voor je sub. Fucking bullshit! Wat doet hij daar?
Kom op, man. Kut als je dood zou gaan door een fucking kip, man. Hoe lopen we hieronder? Ik vind de control scheme een beetje weird, Res. Je speelt voornamelijk met de shoulder buttons in plaats van de face buttons. Dat vind ik een beetje weird. Wakasama no koto anji kono mamori suzu wo. Ja, de sfeer en stijl is echt tof in deze game, man. Kijk, daar is een enemy. Ja, Gojin Wagana wa doka soko no watashi no kurutte shimai onushi no suzu o soka aha wa sono suzu o uwagoto no you ni. Let's play met mij en Jelle? Nee, dat denk ik niet. Denk ik niet. Is dat?
Is goed, Schrezen. Nog een hele fijne avond, man. Dankjewel, hè. Vippy, goeie avond, man. Was lekker. Zo'n Mongool, jongen. Druk ik vierkantje. Is dit waar die fucking ogre komt? Oh shit. Timing, man. Hele goede timing van deze tutorial. Geweldige timing van deze tutorial. Dankjewel voor deze geweldige tip. Als hij de grab doet, ik druk fucking rondje. Shit. Zweedse delicatessen? Is dat niet die stinkende shit? Ja hoor!
Hey, dat spul en dat blikje dat we niet hebben. Maar denk wel dat je aan me. Wat is dit nou, joh? Ik spring toch aan de kant, joh! Fucking bullshit!
Sekiro. Super vet. Echt heel erg vet. 2 uurtjes Sekiro. Ik moet zeggen, ik bak er echt geen ene fucking moer van. Maar dat zal een kwestie van gewenning zijn. En dat gaat op termijn absoluut beter. Ik moet zeggen, ik heb echt totaal geen zin om te stoppen. Dus dat zegt ook wel iets over deze game, denk ik. Maar man, wat is het pittig vergeleken met de hack and slashers die ik bijvoorbeeld normaal speel. Want ik vergeleek het daar een beetje mee. Daarmee valt het niet te vergelijken. En nee, het was geen leuk stream. Hey jongens, in ieder geval bedankt voor het kijken. Love y'all. En ik check jullie morgen weer. Dus nog een hele fijne avond jongens. Later.